Jonge vrouwen moeten zich bewust zijn over de seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, de SRHR's. Daarom organiseert CARICOM jeugdambassadeur Faye King in samenwerking met Women Deliver het SRHR Train the Trainers project. Het project moet ook helpen met verspreiding van kennis over seksuele gezondheid en rechten van elke vrouw. Zodat zij advocacy champions en dat zij de informatie verder kunnen verspreiden in hun gemeenschap. Er is nog heel weinig data en informatie als het gaat om de seksuele gezondheid en rechten van jongeren. En dat kunnen we alleen bevorderen als we geïnformeerd zijn. Als we het belang weten van de seksuele gezondheid en rechten. En als we die informatie verschaffen. Maar ook als we pleiten voor onze rechten. Pleiten voor seksuele gezondheidsrechten. En daarmee zijn we dus bezig in dit project. We maken de jongeren bewust. We geven ze de tools, de nodige resources, de nodige informatie over hoe zij strategieën kunnen uitvoeren en hoe zij plannen kunnen uitvoeren om betere leiders te worden in hun gemeenschap als het gaat om seksuele gezondheid. De volgende stap is om deze getrainde jeugdleiders als centraal punt te stellen in verschillende buurten, om zodoende de informatiestroom te vergemakkelijken en toegankelijker te maken, meent King. Het vervolgtraject zal worden uitgezet na een goede evaluatie.